In Nederland is nog steeds sprake van woningnood. Huisjesmelkers maken daar gretig misbruik van door bijvoorbeeld te veel huur te vragen en slecht onderhoud te plegen. Rood, de jongerenafdeling van de SP, organiseert daarom voor de 10e keer de Huisjesmelker van het Jaarverkiezing, waarin de slechtste huisbaas de oneervolle titel van Huisjesmelker van het Jaar krijgt. Zo hoopt de partij samen met huurders concrete verbeteringen te bewerkstelligen. Er is een grote woningnood in Nederland. De nood op sociale huurwoningen is gestegen. En er zijn 500.000 mensen in Nederland die op wachtlijsten staan van sociale huurwoningen. En dit terwijl er heel veel leegstand is in kantoren en dergelijke. Ja. Maar als je niet bij die sociale woningbouw terecht kan, en jullie als jongeren ook niet, dan kom je toch wel bij de huisjesmelkers terecht. En daar is een hoop mee mis, geloof ik, hè? Precies. Door de grote woningsnood hebben huisjesmelkers de ruimte om dus bezig te gaan met het uitbuiten van jongeren. Veel te hoge huren vragen, slecht onderhoud aan hun panden te geven en dat willen we verbeteren. Ja. We hebben in de afgelopen 10 jaar dat we acties hebben gevoerd dus verschillende misstanden gezien in slecht onderhoud. Een voorbeeld is schimmel in huurwoningen waar huisjesmelkers dus zelf niks aan willen doen. Totdat we actie voeren en dat wel kunnen veranderen. Ja. 10 jaar zijn jullie er al mee bezig. Wat hebben jullie in die 10 jaar bereikt tot nu toe? Vorig jaar hebben we een prijs uitgedeeld, zoals we elk jaar doen. Vorig jaar ging het naar Marcel van Hooijdonk. Mm-hmm. Als Rood hebben we verschillende acties tegen hem gevoerd. En onder meer hebben we dus afgedwongen dat de huurprijzen verlaagd zijn. En dat er iets gedaan werd aan slecht onderhoud van zijn panden. Want ook als huurder op de particuliere markt of kamerhuren heb je wel degelijk rechten volgens mij. Je hebt rechten, maar niet iedereen kent zijn rechten. En we proberen met onze acties door het hele land proberen we jongeren te organiseren, bewust te maken van hun rechten. En op die manier dus ook die rechten af te dwingen bij huisjesmelkers die dat niet voor elkaar krijgen. Ja. Want vaak durft men dan niet of is men bang dat er huur opgezegd wordt? Hoe moet ik het zien? Ja, er is natuurlijk een angst. Er is een woningsnood en hierdoor is het moeilijk om aan een kamer te krijgen. Als mensen een kamer hebben, zijn ze daar heel blij mee. Maar ja, als er slecht onderhoud is, probeer maar eens actie te voeren. Als je in je eentje staat, dan ga je dat zeker niet doen. Daarom proberen we dus verschillende studenten te organiseren in acties tegen deze onrechten in de huursector. Ja. Jullie zijn nu ook weer met een actie bezig, had ik begrepen. Hè? Daarom sta je ook voor mij hier voor de camera. Ja. We zijn met Leeuwarden gaan we dus nu ook de actie oppakken. We gaan jongeren ondervragen of zij last hebben van huisjesmelkers. En dan gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen, wat zij daaraan kunnen doen en hoe we eigenlijk met acties hun problemen kunnen oplossen. Dus als ik jullie begrijp, wordt er zowel door de lokale politiek, maar ook door de landelijke politiek niet het meeste gedaan aan sociale huurwoningen? Zeker niet. Minister Blok heeft zelf gezegd dat het een geweldig idee is om minder sociale huurwoningen te creëren, omdat mensen dan in de particuliere sector gaan huren. Wij denken dat dat heel fout is, omdat huren dan alleen maar omhoog gaan en mensen alleen nog maar meer geforceerd worden om bij huisjesmelkers te huren. 10 jaar zijn jullie al bezig. Ik kan niet zeggen dat het er met 10 jaar over is, lijkt mij. We hopen natuurlijk van wel. We zijn al hartstikke druk bezig die afgelopen 10 jaar. En we hebben echt veel bereikt. Maar het is inderdaad nog steeds niet ten einde. En wij gaan ook niet stoppen voordat het uiteindelijk sociaal te huren valt voor iedereen die daar gebruik van wil maken.